Hallo allemaal en super tof jullie kijken een nieuwe video op het YouTube kanaal van het Crypto Instituut. Mijn naam is Pietrian en het is vandaag maandag 30 mei. En maandag 30 mei zal natuurlijk de geschiedenis ingaan als dat Luna 2 gelist werd op Bitfavo. En dat ook de mensen die Luna Classic, zoals het op dit moment heet, hebben natuurlijk deze airdrop hebben ontvangen van deze nieuwe Luna 2. In deze korte video gaan we even weer wederom bespreken hoe Luna 2 nou uiteindelijk tot stand is gekomen. Want er zijn op het laatste moment nog een paar kleine dingetjes aangepast. En dan ga ik ook mijn echte mening geven over of het nou wel een goed idee is om in Luna te investeren. En we bespreken ook nog eventjes hoe die AirDrop nou ook weer vorm heeft gekregen. Want er zijn nog een aantal mensen die op een exchange zitten waar de AirDrop nog moet plaatsvinden. Dus dan geef ik je nog een keer de informatie van hoe dit ook weer eruit gaat zien. Als eerste, hoe is dat Luna 2 nou uiteindelijk ontstaan? Nou, Luna 2 is een helemaal nieuwe blockchain. Dus het is niet zoals eerder werd gesuggereerd een hard fork. Um, dus het is echt een hele nieuwe blockchain. Um, Luna 2 is daarnaast dus gemaakt dus om Terra eigenlijk te laten overleven. Uh, en dus een herstel aan het Terra-netwerk, om het zo maar te noemen, te brengen. En die verbinding met de UST, dus hun stablecoin, die is bij deze coin dus helemaal weg. En er zit ook geen nieuwe stablecoin op dit moment onder. Uh, en dat was natuurlijk wel de reden, die oude stablecoin, de UST, dat die Luna Classic, zoals het sinds 27 mei heet, natuurlijk helemaal in elkaar liet klappen. Dus die stablecoin, wat echt de belangrijkste reden was voor die flinke knal omlaag, die is in ieder geval uh, niet meer op deze nieuwe Luna 2 van toepassing dus dat is in ieder geval wel het goede nieuws, zeg maar dat we niet ineens nog een keer zo gekke in-een kunnen krijgen bij deze nieuwe Luna 2. Als we al nu gaan kijken hoe ik weer die airdrop vorm heeft gekregen voor de meeste mensen die natuurlijk op het FAVO zitten, dan zien we dat je voor één Luna, als je die had van voor de aanval, zoals we het noemen, heb je 1,1 nieuwe Luna 2 daarvoor ontvangen. Had je voor die aanval uh, UST, dan heb je 0,033 nieuwe Luna 2 ontvangen. Had je na die aanval uh, Luna aangekocht, dan heb je dus 0,000015 uh, nieuwe Luna 2 ontvangen. En voor UST gaat dat je 0,013 uh, Luna 2 hebt ontvangen. En die ondergezintheid is ook een voorbeeld van als je dus na de aanval UST uh, had gekocht, de waarde van 1000 UST, dan zijn nu 13 nieuwe Luna 2 hebben gekregen. En dan had je toch zo'n mooie 100 euro mee teruggekregen. Maar natuurlijk is het vooral om die mensen die in die pre-attack hebben gezeten. enorm pijnlijk voor de hoeveelheid geld. dat die mensen natuurlijk verloren zijn. met die flinke klap omlaag. Want Luna komt natuurlijk vanaf de 100 dollar. in een paar dagen tijd helemaal eigenlijk naar nul. En daar zijn echt wel heel erg veel mensen. natuurlijk hun geld mee verloren. Als we dan nu terug gaan naar de chart en daarbij ga ik dan ook mijn mening geven over deze nieuwe Luna 2. En zoals je ziet sta ik expres op de 1 minuut grafiek, want het gaat echt alle kanten op. En we zien dat we nu weer een stevige tik kregen vanaf de 9 dollar naar de 875. Maar zoals je ziet, het schiet echt alle kanten op. Dus zoals wij het noemen Luna Casino, maar in dit geval Luna 2 Casino is wederom geopend. Maar dan nu mijn echte mening hierover. Zoals je nu ziet, er is heel erg veel hype, want iedereen is van, oh yes, weer een nieuwe coin, Luna is terug. Uh, die, dus je ziet ook heel veel mensen voor de gein bijvoorbeeld een 10 euro erin zetten, omdat dat ook iets is wat je zogezegd op een roulette tafel zou kunnen inleggen met natuurlijk een gokje. Alleen kun je bij deze roulette tafel, zoals je het kan zien, gewoon het balletje er wel tussendoor uit halen voordat het valt. Omdat, ja, je kan natuurlijk gewoon verkopen uh, voordat uh, de nul wordt geraakt, om het zo maar te zeggen. Maar uiteindelijk verwacht ik dat als de hype van Luna 2 gaat liggen, dat ook gewoon uiteindelijk die prijs gaat stabiliseren en langzaamaan zal gaan dalen. Omdat gewoon het vertrouwen achter Luna is helemaal kapot gemaakt door de ineenstorting van de UST-coin. En ik zag ook een hele mooie vergelijking staan in een tweet die je voorbij zag komen op Twitter onder het account van Bitfavo. En die luidde als volgt. Als je Luna 2.0 koopt. Is het net alsof je teruggaat naar je ex. Dat vreemd gegaan is. Achter je rug om. Eh, en met de belofte dat ze dat nooit meer zou doen. Dus. Het is een heel erg raar gevoel. Voor heel veel mensen. Om natuurlijk weer in die Luna 2. Te gaan stappen. En heel veel mensen snappen ook niet. Waarom mensen hier nog geld in zullen stoppen. En dan zie je dus al wat er al bij verschillende mensen. Wantrouwen heerst naar deze coin. En natuurlijk. Het is. Leuk als je een klein bedrag erin wilt zetten om even te kijken wat het doet. Want het schiet gewoon echt alle kanten op. En als je dus in deze coin wilt stappen, doe het echt 100% zeker bij dit. Met geld wat je kan missen. En je moet het echt gewoon zien alsof je een gokje aan het wagen bent. Dat je toto dus nooit speelt. Neem dat maar in je hoofd dat je een eentje of een tweetje in principe zet. Zoals ze dat altijd zeggen. Want het is gewoon of je maakt hier echt geld mee. Of je verliest het super snel, want het schiet gewoon alle kanten op. Dus pas ermee mee op als je in Luna 2 stapt. Maar uiteindelijk denk ik dat Luna gewoon echt niet meer deze klap te boven gaat komen. Dat het heel erg lang gaat duren om het te vertrouwen te herstellen. Als ze dat überhaupt gaat lukken. En op dit moment uh, is het gewoon echt heel erg oppassen. Maar op de lange termijn verwacht ik dat het gewoon ja, helemaal faalt. Omdat het in principe, ja, het vertrouwen is gewoon weg. Het... Uh, Project, wat erachter zit, is eigenlijk gewoon kapot. En dat was dit alweer voor deze video. Berg niet gaan op YouTube kanaal doen, dan zeker hier beneden, top op die abonneerknop te klikken. en laat ik een duimpje omhoog achter als je deze video leuk vond. En ben je nog lid van onze community, dan is dan zeker via het linkje in de beschrijving. En dan ben ik vanavond nog bij jullie terug met een gloednieuwe Bitcoin update. Dus tot vanavond.